en leuk dat je kijkt naar onze allereerste vlog. Vanaf nu gaan we ons verhaal delen door middel van Euromas vlogs. En ga ik je dus maandelijks op de hoogte houden van zaken die spelen bij ons achter de schermen. Voor nu neem ik je mee op een bezoekje aan de Euromast. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig even mee. Je bent nu op de begane grond, maar in 30 seconden ga je naar boven naar het platform. Daar heb je een geweldig uitzicht over Rotterdam. En wil je nog hoger, dan pak je de Euroscoop. Dat is een roterende panoramalift en die brengt jou helemaal naar de top op 185 meter hoogte. Ik ben zojuist ingestrapt in de Euroscoop. Het is nog een beetje donker, maar straks gaat hij omhoog. Wauw. En een voordeel, het is hier binnen lekker warm. Je kan hier dus lekker zittend genieten van het uitzicht. En zoals je wellicht weet, hier ook ontbijten, lunchen en dineren. Ik heb lekker een taartje gegeten en ik ga nu weer naar beneden. En op de weg terug naar de uitgang loop je ook door onze souvenirwinkel. Dus wil jij een blijvende herinnering aan je bezoek aan de Euromast, kun je in deze winkel nog wat leuks scoren. Volgende maand ben ik er weer met een nieuwe vlog. En ik ben dus heel erg benieuwd, wat wil jij zien? Laat het me weten in de reacties en volgende maand behandel ik misschien dan jouw onderwerp. En vergeet natuurlijk niet even te abonneren op ons YouTube kanaal om op de hoogte te blijven. Tot volgende maand!